Daar is hij dan, de derde editie van Altena. Draai door hier op het golfpark te Almkerk, de Almkreek. De gasten in Almkerk, Jan Kolff, ex-topfokker. Vervolgens Nicole Vrijt, de nieuwe CEO van HAK. En Arjan Straver van landbouwbedrijf Straver met het laatste nieuws over de biologische landbouw. En tot slot René Mooi. En die vertelt over bouwen in Altena of niet bouwen. En we verhuizen ook naar de haven van Werkendam. We spreken met Cor Hoogendoren van de Holland Shipyard Groep. Mariska Winkler-Bouwman, de leefstijlcoach. Frank Bouwman en Jasper van der Wijnen van Jiveline Networks. Arjan van Vuren, de nieuwe rector vanuit Altena College. En tot slot ex-wethouder Roland van Vuurk. Welkom Nicole Vrijt, de nieuwe CEO van HAK met ingang van 1 september. Hartelijk gefeliciteerd, de grote leider van Nationaal Erfgoed HAK. En naast mij zit wederom Debbie van den Hoever. Debbie, vertel even nog een keer wie je bent. Ja, ik ben Debbie, 33 jaar. Ik kom uit Rijswijk, woon in Andel. Ben bestuurslid bij het ondernemershuis Altena. Waarin wij koppeling zijn tussen alle ondernemers, verenigingen en de gemeente. We zitten daarvoor ook per kwartaal bij gemeenten aan tafel om hoofdzaken te bespreken. Daaronder zijn onder andere duurzaamheid of de bedrijfsterreinen. Arbeidsmarkt hoort er ook bij. En zo ben ik eigenlijk aangehaakt. Omdat dat mijn core business is al 10 jaar. Ik ben zelf werkzaam bij Werktalent. En sinds bijna 8 jaar hier in Sleeuwijk. Dus we richten ons ook op de regio Altena. En zodoende ben ik erbij betrokken geraakt. En proberen we ook wel actief daaromheen dingen te organiseren. Zo ben ik dit jaar bezig geweest met de organisatie van Werkend Altena. Waar we bedrijven samengebracht hebben met mensen uit de regio. Om ze kennis te laten maken met de mooie bedrijvigheid van onze regio. Dus dat is mijn verhaal. Ja, sidekick Debbie van der Hoever. Af en toe valt ze binnen. Als ik wat te vragen heb. Ja, wat te vragen heb. Ik wil Nicole. Fijn dat je er bent. De eerste dag als CEO van HAK. Timo Wogenboom was 10 jaar ongeveer. 11 jaar de grote leider van HAK. En, volgens mij heeft hij zijn nek diverse keer uitgestoken. En dat vind ik prachtig. Daar hou ik van. En dat staat ook voor HAK. HAK is natuurlijk een pionier in het gebied van allerlei eten, voedsel en zo. Ik las een stukje, een uitspraak van Timo Wogenboom. Daar wil ik mee beginnen. In trouw zei hij, we maken ons zorgen over het klimaat, de staat van de bodem en de kwaliteit van het water. Ja? We krijgen meer droge en natte periodes, klimaatverandering dus. Om in die tijden ook voldoende productie te hebben, moet de bodem weerbaarder worden. Dat is een gezonde bodem, hè? Zonder kunstmest, hallo, en zonder chemicaliën. Goed, welkom Nicole, nogmaals vandaag. Nou, ik wil niet moeilijk beginnen. Wie is Nicole eigenlijk? Ik ben Nicole Vrijt inderdaad en ik ben dus sinds vandaag eindverantwoordelijk voor HAK. Het mooie bedrijf HAK waar ik al bijna 11 jaar werk. Eerst in een functie als marketing- en innovatiedirecteur. En nu dus deze mooie stap. Ik ben getrouwd. Ik heb twee jongens in de puberleeftijd van 14 en 17 jaar. En ik woon in de buurt van Breda in Teteringen. Ja. Dus ik ben geboren in Brabant en ik ben een tijdje weg geweest, maar ik ben alweer sinds 17 jaar terug in Brabant. Oh, heerlijk. Ja. Maar waarom hou je eigenlijk van HAK? Je werkt nu 1 jaar of 10 bij HAK hè, als marketing en innovatiemanager. Waarom hou je van HAK? Wat is dan de charme van HAK? Het eten of het personeel of de sfeer? Een heleboel dingen ook die jij nu al opnoemt. Ik denk voor mij is HAK een bedrijf met een historie, met een ziel ook. Met enorm betrokken mensen die heel professioneel zijn, heel kundig zijn. Een heel mooi merk wat heel bekend is. En tegelijkertijd ook een bedrijf wat heel erg wendbaar is en ondernemend is. En die combinatie die maakt het echt heerlijk om bij HAK te werken.
En daarom werk ik er dus nu ook al bijna 11 jaar. En ga ik dus nog ook eventjes door om er nog een stukje aan vast te plakken. Heb je dat bewust gesolliciteerd toen 11 jaar geleden dan? Zo van, hé, dat is een mooi bedrijf, daar wil ik wel naartoe. Ik heb er niet gesolliciteerd, ik ben gevraagd. Door Timo. Door Timo? Ja. Ik kende Timo al een beetje. Toen nog in een interim functie. Maar eigenlijk was ik vrij snel, had Hak mijn hart gestolen. En werd het al heel snel een vast dienstverband. En dat is inmiddels dus bijna 11 jaar geleden. Ja, maar heb je voedsel gestudeerd ook of op een andere vlak? Ik heb een bedrijfseconomische achtergrond qua studie. Ik heb in Rotterdam en in Frankrijk gestudeerd. Dus ook heel internationaal. Dat wilde ik toen ook heel graag. Oh, wow. Meer van de wereld zien. Ja, wat leuk. Dus ik heb in Frankrijk ook gestudeerd. En daarna ben ik bij allerlei grote, mooie aanmerkbedrijven gaan werken als marketeer. Dus ik heb echt meer dan 25 jaar marketing achtergrond. Maar ik ben wel altijd iemand geweest met een hele brede interesse. En dat is ook het mooie bij Hak, is dat je hebt die hele keten eigenlijk onder je handen. Ja. Hè, van het zaadje wat de grond ingaat tot en met het bord van de consument. Ja. Ja. En omdat het bedrijf niet zo heel groot is, krijg je dat ook allemaal mee. En kun je daar ook lekker allemaal tegenaan bemoeien. Dus die brede interesse, ook dat is iets wat ik kwijt kon eigenlijk bij Hak. Ja. En een heel mooi verhaal natuurlijk ook, hè, bij Hak. Mooie missie. Mensen ik zat meer groenten te eten. Ja, ik zat er vanochtend over na te denken. Denk, 100 jaar geleden was Hak een kruidenierswinkeltje. Hè? Ja. Oma en opa Hak. En vervolgens 1952 werd dan de eerste pot appelmoes gewekt. Half gisteren zat toen appelmoes appel te schillen. Iedereen uit de regio in mijn familie heeft er denk ik wel gewerkt. Ja. En nu is het een nationaal erfgoed geworden. Klopt. Zeker. Ja. Ja, Hakken zit echt in de harten bij de Nederlanders. Tjoh. Ja, klopt. Je hebt een zware dak op je schouders. Een hele mooie uitdaging. Maar ik ben vooral heel trots dat ik dit mag doen. Ik zie het echt als een eer. En ik ga er ook wat dat betreft in met heel veel verantwoordelijkheidsgevoel. Maar ook heel veel passie en zin om er nog iets mooiers van te maken. En te zorgen dat dit bedrijf toekomstbestendig is. Ja, ik vind het mooi gesproken. Voor mij was het een donderslag bij Helder Hemel 2021. Toen lazen wij dat een Russische zakenman, dus de KTV-groep, Hak het overgenomen. Speelde al een tijdje, begrijp ik dan. Hè? Dat gaat niet over één nacht natuurlijk, nee. Die heeft Nederlands Glorie, waartoe Hak het dan behoort, overgenomen. En wat is of wat was dan de bedoeling van die meneer met Hak? Nog steeds? Hij is inderdaad een ondernemer eigenlijk. Hè? Inmiddels met een heel groot foodbedrijf, een internationaal foodbedrijf. Ja, 20.000 werknemers las ik ergens. Ja, klopt. Ik denk dat er zelfs nog wat meer zijn. Inmiddels ook buiten Rusland, in Oost-Europa, China, Amerika. Het is echt een groot bedrijf. Wat hij zelf uit de grond gestampt. Hij is een soort Unilever of zo. Ja, dat is ook zijn ambitie, is om echt een multinational in food te worden. Hij was enorm gecharmeerd van ons merk, van ons bedrijf. Hij heeft zelf ook een agrarische achtergrond. Zijn vader werkte ook op boerderijen. Ook als boer. Russische boer. In Siberië, want hij komt uit Siberië. Hij woont overigens al 13 jaar niet meer daar. Hij woont in Australië inmiddels met zijn gezin. En hij was enorm gecharmeerd ook van onze strategie. Die gaat over plantaardig eten. Hè, wat natuurlijk toch iets is wat voor de toekomst echt omtrent is. Ja, inderdaad. Hij wilde tezamen met zijn ambitie om te internationaliseren. En die multinational eigenlijk neer te zetten in food. Was hij ook geïnteresseerd in ons merk en in ons bedrijf en in onze strategie om die toe te voegen aan die multinational. Ja. En zo is het gegaan. En het prettige is aan de ene kant dat hij ons heel erg autonoom laat werken. Dus wij zien hem eigenlijk heel weinig. Heb je bevelen meegekregen, commando's van dit moet je doen, dat moet je doen. Hij legt ons niks op.
Hij daagt ons wel uit en hij geeft ons vooral mee om te investeren in de lange termijn. Dus wij komen natuurlijk uit een tijd van private equity, waarbij korte termijn winstmaximalisatie natuurlijk belangrijk is. En we zijn nu bij een strategische eigenaar die zegt, investeer vooral in groei en in de lange termijn. En dat is heel prettig. Dus iemand die je en aan de ene kant die autonomie geeft en aan de andere kant zegt, investeer in de lange termijn. En in groei. Nou, mooier kun je het niet hebben natuurlijk. Nee, maar hij belt je wel eens op van, hey Nicole. Eigenlijk heel weinig. Nee, hij geeft ons heel veel vertrouwen. Hij is natuurlijk ver weg. Hij is ook met een heleboel andere zaken bezig. Dus we hebben af en toe contact. We hebben natuurlijk tegenwoordig natuurlijk ook de mogelijkheid om te video bellen. Ja, hè? Dus, dat scheelt heel veel. Ja. Want allemaal in het Engels neem ik aan, toch? Ja, want in Australië. Ja. Niet in het Russisch. Ja, hij spreekt, nee hoor, hij spreekt Engels. Ja. Ja, klopt. Okay. En voor de rest, ja, wij zijn eigenlijk dagelijks merken wij er natuurlijk niet zoveel van. Dus zijn wij gewoon nog net zo hak als dat we waren. En de dingen aan het doen waar we in geloven. En daar kunnen wij gelukkig. Nou, oké, we kunnen rustig gaan slapen in Altena zo van hak in goede handen. Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja, oké, nou zijn we even gerustgesteld. Nou, heeft Timo Hogeboom, jouw voorganger, heeft ooit een keer besloten, een paar jaar geleden, die stak zijn nekhoek uit, moet ik zeggen. Tenminste, een ondernemer durft, die heeft gezegd van, nou, we moeten 2027 biologisch worden. Dat is toch een krasse uitspraak. En terwijl het, ik las pas dat er biologische boeren ook weer gestopt zijn vanwege problemen en zo. Ja. Het is maar 4% van ons landbouwareaal intussen, ja, terwijl het 10% zou moeten worden of zo. 15. Zelfs 2030 en eigenlijk 25 volgens Europa. Ja, in 30? 2030. En dat schiet allemaal niet op in Nederland. Nee. Hoe komt dat nou? Wat is het probleem? Nou ja, ik denk ten eerste, kijk, wij komen natuurlijk in Nederland vanuit een manier van landbouw die gericht is op hele intensieve landbouw met hoge opbrengsten per hectare. Hè, gericht op export, hè, dus echt voor de wereldmarkt. En daar zijn we de afgelopen decennia heel erg goed in geworden. Daar is alles op ingericht. Hè? Op landbouw, intensieve landbouw op grote schaal tegen lage prijzen. Kunstmest en ja, dus en we lopen met z'n allen een beetje tegen de grenzen aan daarvan nu. En je ziet dus ook vanuit Europa en ook vanuit het nationale en provinciale beleid dat daar een andere wind gaat waaien. Omdat we zien dat we tegen bepaalde grenzen aanlopen van met name het klimaat en de natuur. Wij hebben gezegd als HAK, wij willen natuurlijk een toekomstbestendig bedrijf zijn. Wij willen zijn wij een bedrijf, en dat hoort ook bij toekomstbestendigheid, die ook goed voor de omgeving moet zorgen. Voor de bodem. Maar vergeet niet dat de bodem ook ons geeft. Het is belangrijk voor onze business natuurlijk. Als er geen niet voldoende gezonde groenten uit die bodem komen, dan hebben wij op de lange termijn natuurlijk ook geen bestaansrecht meer als lokale speler die juist gaat voor duurzame lokale landbouw. Dus wij moeten zorgen dat die grond gezond blijft, dat die bodem vruchtbaar blijft, dat de natuur niet te veel belast wordt. En aan de andere kant dat boeren, telers, ook een goed bestaan kunnen hebben. Hè? Dus dat ze er ook van kunnen leven. Want jullie kiezen ervoor om echt binnen een bepaalde regio, dicht bij de fabriek, klopt. Te werken. Ja, klopt. Wij telen 85% van al onze groenten en pulvruchten lokaal. Ja. We halen soms ook bepaalde gewassen zelfs van verder weg naar dichtbij. Zoals bijvoorbeeld kidneybonen die voorheen eigenlijk vooral in Noord-Amerika werden geteeld. Ja. Hebben wij samen met teeltelers, met teeltorganisatie, hebben we in Zeeland met name en Zuid-Holland gekeken. Kunnen we die ook in Nederland telen? En dat lukt. Dus we zijn nu zover dat we al onze kidneybonen volledig uit Nederland kunnen gaan halen. Maar ik zat nog even te bedenken, onderwijl, Timo Hogeboom heeft dat wel gezegd een paar jaar geleden of zo, biologisch, maar daar was je ook bij natuurlijk. Ja, daar was ik zeker bij. Heb jij hem ingefluisterd? Het was in januari van dit jaar. Daar was jij bij. Daar was ik bij en ik ben natuurlijk onderdeel van deze ambitie geweest. Ja. Uiteraard. Hij heeft jou vertrouwen genomen, zegt Nicole Veerde. En, dat moet hij biologisch gaan doen?
Nou, het is eigenlijk een ambitie die bij ons allemaal in ons managementteam en ook daaromheen natuurlijk, dus niet iets alleen van Timo, maar wat natuurlijk vanuit dit bedrijf komt, is we zijn een aantal jaar geleden overgestapt naar On the Way to Planet Proof teelt. Hè, dus dat is ook gecertificeerde teelt. Dat was een eerste stap, een hele belangrijke stap naar verduurzaming. En nu hebben we gezegd van ja, weet je, het kan altijd nog groener. We willen weer die stap verder maken, die stok verder weggooien. Dus de volgende stap is biologisch. En dat is geen makkelijke stap, laat ik dat meteen, daar moeten we niet lichtzinnig over doen. Het is een hele moeilijke opdracht, maar we vinden het wel iets wat moet gebeuren. En we gaan bijvoorbeeld half september gaan we starten met de oogst van de eerste biologische bieten. Dus, in Altena of daarbuiten? Ook in Altena, dus die groeien hier ook. Ik ben pas geleden nog geweest op het mooie bietenveld. Ook in Flevoland, dus in de Flevopolder hebben we percelen met biologische bieten. Dus vanaf half september komen die van het land. En hoe werkt het dan, biologische bieten? Nou ja, die zijn dus niet, die zijn geteeld zonder kunstmest en zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Ja, dat is het belangrijkste eigenschap. Hè. Er zijn nog een aantal zaken bij biologische teelt die belangrijk zijn. Maar dat zijn de belangrijkste eigenschappen eigenlijk van de bieten. Ja. En dan ga je dat proces eigenlijk aan met de boeren en de telers. Ja, klopt. Hoe je dat aan kunt pakken. Ja, klopt. Ja. Maar je moet nog veel meer doen, want je moet ook in je fabriek een aantal zaken helemaal op orde hebben. Dus het is niet alleen maar op het land, maar ook in de fabriek. Al je ingrediënten moeten biologisch zijn. Dus er zijn een heleboel extra zaken waar je rekening mee moet houden. Ja. Het is ook iets duurder. Alleen we hebben gezegd voor nu... Duurder in de super. Uiteindelijk duurder in de super. Nee, want we hebben gezegd alle extra kosten, die nemen wij op ons op dit moment. Hak. Ja. Ja. Nou, dat vind ik knap. Ja. Dat dus dat natuurlijk... betekent dat in de super de biologische van hak niet duurder zijn dan de gewone? Nee, dat klopt. Ja, dus de prijs gaat niet omhoog door het feit dat wij biologisch gaan doen voor de bieten. Dat is wel uniek, denk ik dan. Dat is uniek en dat is ook niet iets wat natuurlijk voor de lange termijn de bedoeling is. Dat is niet volhoudbaar, zeker niet als je alles omzet naar biologisch. Maar wij gaan ervan uit, juist omdat wij deze voortrekkerspositie in willen nemen... dat wij investeren nu eigenlijk voor de lange termijn. En we gaan uiteindelijk uit van ook een stuk schaalvergroting in biologisch... waardoor die prijzen ook betaalbaarder worden. En ik denk ook dat de onderkant van de markt... Hè, laten we even gangbaar de ondergrens nu noemen... Ja. Zie je nu ook dat er ook binnen het landbouwakkoord... wat dan nu nog niet gesloten is, maar dat er ook gesproken wordt over... het ophogen eigenlijk van de ondergrens. Dat er een ondergrens komt waarbij daar ook gewoon aan verduurzaming wordt gedaan... Dus je krijgt ook uiteindelijk dat het nieuwe gangbaar, noem ik het maar even. En biologisch ook veel dichter bij elkaar gaan komen. Ja, waardoor die prijsafstanden ook kleiner worden. Ik hoop in ieder geval, en daar zetten wij ons ook in, dat andere marktpartijen ook het voorbeeld gaan volgen. Dat ze ook hun standaard aanbod omzetten naar biologisch. Waardoor er ook geen keuze meer is. En waardoor die schaalvergroting ook ontstaat. Ja, hè? Dus ja, dat is belangrijk. Maar toch nog even terug naar die 4% dan. Waarom Duitsland is het wel 10%, ja. Denemarken 12% of zo. Oostenrijk zelf 25%, ja, heb klopt. Ik wel eens wat heb ik wel eens gelezen. Oostenrijk is echt koploper. Ja, hoe komt dat dan? Dat het daar zo snel gaat? Dat mensen dus iets zo bewust zijn van jongens, ze moeten goed zijn voor de aarde. Terwijl in Nederland is het mensen hebben toch geen soort hekel aan biologisch of zo? Of is het gewoon een kwestie van verdienmodel? Ik denk echt, wat ik net zei, het heeft echt te maken met de historie eigenlijk van de landbouw in elk land. En Nederland heeft dus die historie die ik eigenlijk net beschreef, van hele grootschalige, intensieve landbouw. Waar alles hebben, Mansholt. Na de Tweede Wereldoorlog, toen is dat eigenlijk begonnen. Oostenrijk heeft een hele andere historie als het gaat over landbouw. Veel meer extensief, veel kleinschaliger, heel lokaal. Maar die boeren kunnen er ook blijven bestaan. Nou, je ziet ook dat in die landen dus de hele keten, dus supermarkten, overheid, iedereen eigenlijk daar ook op samen heeft gewerkt om dat tot stand te brengen. Dus je ziet ook, wij willen de voortrekker zijn, maar uiteindelijk kun je het niet alleen. Nee. Dus ook de overheid zal hier...
ook aan mee moeten werken. Ja. Hè, om te zorgen dat er ook op een aantal vlakken level playing field komt. Als het gaat over Europese wet en regelgeving en beprijzing. Hè, te kijken van kunnen we met true pricing, hè, dus de werkelijke prijs veel meer van een product, hè, inclusief de milieueffecten. Kunnen we ook zorgen dat die prijzen veel meer bij elkaar komen van hè, de meer natuurlijke teelt, hè, biologische teelt en de gangbare teelt. Maar ik denk uiteindelijk op lange termijn, en jij zegt net hè, van nu zien we dat biologisch wat terugloopt, hè, ook onder de huidige economische situatie. Dat klopt. Maar wij zitten hier ook niet in voor de korte termijn. Hè. Dus om dit te realiseren in 2027 moeten we nu al starten. Maar de consument gaat er nu, hè, op dit moment dus de bietjes in de supermarkt vinden van hak, die biologisch zijn. Volgend jaar gaan we kijken welke andere gewassen we om gaan zetten naar biologisch. Maar wij willen niet dat het nu op korte termijn heel erg duur wordt voor de consument. Want het is, nou ja, de boodschappen zijn al duur genoeg. Zeker. En wij vinden die betaalbaarheid ook echt heel belangrijk. Maar die supers, ik las toen, jou kwam toevallig weer tegen, hoor. Er is een ketenpact blijkbaar uitgesloten in een paar maanden geleden of zo. Ketenpact tussen de LTO en de supermarkt. Ja, daar is in ieder geval gesproken over. Het is zo'n ketenpact van dat ieder zijn verantwoordelijkheid moet nemen wat betreft de landbouwtransitie. Ja, klopt. Maar dat betekent dat die supers er ook. Daar gaan ook stappen gezet worden. Ja? Ja, dat gaan die doen dan? Dat geloof ik. Dat kan niet anders. Nou, het is wat ik net zei. Hè? Dus dat je een soort ondergrens krijgt. Als het gaat over, nou laten we even dan agrarische producten nemen. Dat je een ondergrens krijgt van duurzaamheid. Maar ook dat de telers daarvoor gecompenseerd worden. Want tot nu toe zie je dus ook heel vaak dat telers wel moeten verduurzamen. Maar dat ze dan niet altijd daar de compensatie voor krijgen. Om daar ook een boterham nog mee te verdienen. Maar moet de regering... Dat doen wij wel. Hè? Wij hebben wel onze telers extra betaald. Jullie doen het wel. Ja. Jullie blijkbaar de ruimte, financiële ruimte om dat te doen, denk ik. Nou, het voordeel is dat je een merk hebt. Hè? En een merk hebt om dat ook bij de consument te vertellen. Aan de consument, dat hebben we ook de afgelopen jaren gedaan. Om te laten zien hè, wat het onderscheid is van ons product. Hè, dat het groener is, dat het met respect voor de aarde geteeld, dat het lokaal is. En dat we dus ook boeren daar extra voor betalen. Ja. En dat is makkelijker als je natuurlijk een merk hebt dan als het iets merkloos, iets anoniems is. Ja. Maar in zo'n landbouwakkoord, blijkbaar, wat dan ooit nog een keer gesloten moet worden, moet dan tot uitdrukking komen dat de regering misschien moet, de staat misschien moet gewoon subsidiëren de duurzame landbouw en de supermarkten ook moeten inleveren op hun winst. Hè? Want Timo Oomen heeft ook gezegd, de grote leider van HAK, ex-leider van HAK, die heeft gezegd, ja, supermarkten maken 40% winst op voedsel. Dat kan niet meer, dat is niet meer van deze tijd. 30% is genoeg. Die moeten gewoon inleveren, die supers. Dat heeft hij gezegd, ja. Dus wij mogen niet gaan over de prijzen van de supermarkten. Dat heeft hij een keer losgelaten. Nee, 40% winst op hakproducten. Nee, hallo, dat kan nog 30, is dan niet genoeg dan 20 of zo. Ja, dan moet je eigenlijk wel zelf aan de supermarkt vragen. Dat is misschien een keer interessant. Omdat Ik bedoel, hebben met z'n allen de uitdaging om aan de ene kant te verduurzamen. En dan bedoel ik met z'n allen, de marktpartijen, dus bedrijven, supermarkten, overheid, om te verduurzamen en het wel betaalbaar te maken voor de burger en voor de consument. Ja. En dat is wel iets waar ik me ook zorgen over maak. Om met z'n allen zorgen en ook als HAK zijnde waar ik mee bezig ben, is om te zorgen dat we aan de ene kant die verduurzamingsslag maken die we moeten maken. En die is ook heel erg belangrijk voor de toekomstbestendigheid van het bedrijf. En gewoon van het land, noem ik het maar even. Ja. En aan de andere kant om het wel betaalbaar te houden voor consumenten. Want anders dan ik gooi het kind met de badwater weg. Want we moeten ook mensen blijven helpen meer groente te eten. Want die groenteconsumptie is ook nog veel te laag. Ja. Dus dat is een lastige spagaat. Maar ik denk dat ik denk dat de supers, die zijn natuurlijk onder indruk geraakt van die boeren, die boze boeren, die distributiecentra hebben geblokkeerd. Ja, die willen dat niet voor de tweede keer, denk ik. Dus die moeten wel meebewegen. Ja, even van de buitenstander, hè. Ja. Die moeten toch water bij de wijn doen? Ik zou het zeggen, inderdaad. Ja, ik denk anders worden de boeren weer boos. Ik denk dat we met z'n allen en supermarkten inclusief hebben we de verantwoordelijkheid om aan die verduurzaming te werken. Maar wel ook te zorgen, betaalbaarheid consument, maar ook dat
telers, boeren een boterham kunnen verdienen. He, dat ze perspectief hebben, dat is zo'n mooi woord. Maar dat ze gewoon een boterham kunnen verdienen. Ja. He, dat ze een interessant verdienmodel hebben, dat ze verdienvermogen hebben. Is er niks voor jou om minister te worden? Ik ben niet geschikt. Dat is de volgende stap. Ik ben niet geschikt voor Den Haag. Nee? Echt niet. Nee, nee. Het is veel te veel praten en te weinig actie. Okay. Ja. Maar ik werk liever bij Hak. Oké. Er is een strategie uitgezet, 2027 biologisch. Ja. Maar is dat jouw strategie? Ja. Dus denk ik ook. Heb je nog andere? Want Hak heeft ook de freshe hoek omarmd. Hak is van een simpele appelmoesboeren tot een wereldschotel geworden. Of zo. Dat vind ik toch wel een mooie ontwikkeling, hè? Ja, klopt. Ja. Wereldschotel van Hak. Ja, allerlei wereld. Heb jij bedacht? Ja, we hebben allerlei. We zitten natuurlijk steeds meer in. Wat je ziet is dat de consumenten de afgelopen 10, 20 jaar heel anders is gaan eten. Hè? Dus waar 10, 20 jaar geleden stond gewoon 5 keer in de week de aardappelgroente-vleesmaaltijd op tafel. Ja, dat is echt heel erg veranderd. Je ziet dat mensen onder de 30, 35 eten überhaupt bijna geen aardappelen, groente, vlees meer. En dat was natuurlijk wel de maaltijd waar wij als Hak zijn met onze producten heel erg sterk in waren. Ja. Hè? Vertegenwoordigd in die maaltijd. En nog steeds. En je ziet dat die manier van eten verandert. Mensen uit andere keukens gaan eten. Hè? Dus Mexicaanse keuken, de Indiaanse keuken, Aziatische keuken. Italiaans, noem maar op. En dat is natuurlijk als je in food zit, hè, zoals wij, en veel met die maaltijd bezig, moet je wel zorgen dat je aansluit op de manier van eten van Nederlanders. Dus ja, daar zijn wij natuurlijk ook in mee geëvolueerd met ons productaanbod. Is dat een idee van jou, Hak Fresh? Dat is ons idee eigenlijk met z'n allen geweest. Hè. Dus in 2017 hebben we een bedrijf gekocht, Peter van Haller, in Den Bosch. Ja. Dat hebben we uiteindelijk omgeturnd naar Hak Fresh. Hè. Dat heeft een andere naam gekregen. En wat doen jullie daar? Wat we daar doen is, wij maken verse groenteoplossingen voor zowel de foodservice-markt, vooral heel veel foodservice-markt, als ook kant-en-klare consumentenoplossingen. Dus dan moet je denken aan salades bijvoorbeeld. Of voorgegrilde groenten. En wij snijden groenten daar eigenlijk op de manier die voor de klant, hè, dus dan heb ik het nu even met name over foodservice klanten, geschikt is. En die kunnen zij dan gebruiken op broodjes, op pizza's, op salades, noem maar op. Dus daarmee leveren we eigenlijk gemak voor de foodservice klant. En halen we eigenlijk dat proces weg uit zijn of haar keuken. Nou, er is ook veel personeelstekort natuurlijk in de foodservice, dus ook daar bieden we daar mede dus eigenlijk een oplossing. En daarnaast is een specialiteit van ons is dat we groenten kunnen grillen en kunnen roosteren. En daarmee krijg je nog een soort extra smaakboost aan die groenten. Wat leuk. Waarmee je ja, nog meer verrijking eigenlijk geeft van die salades, de pizza's, die broodjes, noem maar op. Dus dat is wat we daar doen. Je hebt ook nog een locatie in Nieuwkerk, toch? Klopt, ja. Ja. Hebben we in 2021 gekocht. Is ook onderdeel van de familie. En wat we daar doen is ook staazakken maken. We hebben ook een staazakkenfabriek in Giessen. Maar ook dus nu in Nieuwkuik. En in Nieuwkuik zijn ze vooral gespecialiseerd in soepen, sauzen. En in business to business. Oh ja. Dus doen dus voor andere merken en voor huismerken ook veel. Leuk. Ja, en ja, op die manier kunnen we eigenlijk expertise uitwisselen. En ook gewoon de productie optimaliseren eigenlijk. Goh, interessant. Ja, dus de familie is zo gegroeid waardoor we ja, echt steeds meer die speler zijn in echt plantaardige gemaksvoeding. Dat is in Noordwest-Europa. Ja, dat vind ik mooi gesproken, gemaksvoeding. Daar houden mensen van. Ja, vandaag de dag. Ja, vandaag dag wel. Snel. Nog eventjes, jullie hebben nu totaal Nederlands vloei 220 mensen in dienst. Ja, klopt. All in, 220. Ja. Jullie afzetgebied is België, Duitsland. En Nederland. Nederland natuurlijk, Nederland. Ja. Er zit enorm een grote groei in Duitsland, las ik ergens. Maar is dat niet zo? Duitsland is onze groeimarkt en ook voor de toekomst. Als we kijken naar de drie markten, in Nederland zijn we heel groot. Dat is onze grootste markt. Als we kijken naar waar de grootste groei de komende jaren, we gaan in alle markten groeien, maar in Duitsland zit het grootste groeipotentieel. Ja, waarom? Het is een hele grote markt.
En ik denk, we hebben daar eigenlijk de afgelopen jaren nog niet echt geïnvesteerd in merkcommunicatie, ja. merkontwikkeling en marketing. Dus we zijn daar vooral gegroeid in distributie. Hè. Dus steeds meer supermarkten zijn we verkrijgbaar. En de volgende stap is dat we daar ook meer gaan innoveren en het merk eigenlijk verder gaan ontwikkelen. Ja. Dus daar ligt nog enorm veel potentieel. Maar Duitsers houden van biologisch, dus een ja, kans voor open doel. Ja, Duitsers houden, ja, zeker. Duitsers houden van biologisch. Ze zijn wat meer gericht hè, op, nog op natuurlijke voeding. Ook daar zie je dat hè, de trend naar plantaardig en naar gemaksvoeding ook groeit. Pulvruchten daarbinnen, hè? Want nou ja, dat is natuurlijk een van onze grote productgroepen, dat zijn pulvruchten. Hè, dus wij kennen natuurlijk de bruine bonen en kapucijners, maar tegenwoordig hebben we natuurlijk de linzen, de kikkererwten, de kidneybonen. Ja, en dat zijn ja, plantaardige eiwitten die natuurlijk een hele belangrijke rol spelen, zowel als in de landbouw, want het is ook heel goed voor de grond. Als als vervanger van vlees bijvoorbeeld. Ja, en het is ook een hele goedkope vervanger van vlees, hè? Dus het is echt gezond. En betaalbaar ook. Ja. Ja. Dus daar ligt ook nog enorm veel potentieel richting de toekomst. Frankrijk? Frankrijk niet zozeer. Nee, daar zijn we niet actief. En dat is ook een markt die echt helemaal uitgekristalliseerd is. Waar we ook geen merkbekendheid hebben. Dus we focussen ons echt voorlopig op deze drie markten. Waar Hak heel bekend is. En waar we nog verder goed potentieel hebben. Ja, Rusland? Nee, daar zijn we niet actief. Nee, we hebben ook gezegd dat we dat niet doen. Dus nee. dat is sowieso in deze situatie helemaal out of the question. Ja, ja dat duidelijk. Maar ja. Later misschien. Okay. Ja, nee. Nou. Zo ver kunnen we niet kijken. Maar nee. Ik zie dat vooralsnog niet gebeuren. Hak groeit en bloeit. Hak heeft ook zijn dips gekend natuurlijk. Tijdens de energiecrisis zijn jullie zelfs gestopt met produceren. Ja, klopt. Ja. Want? Dat is te duur, onbetaalbaar. Ja, ja. Ja kijk, wij verhitten onze producten om ze houdbaar te maken. Wij wekken hè, de groenten. Ja. We hebben uiteindelijk besloten in een periode die sowieso tussen de verse oogsten een beetje in ligt. Om onze productieplanning eigenlijk te optimaliseren. En zo ook onze energiekosten wat te drukken, want het was gewoon onbetaalbaar. Ja. Ja, het is extreem. Het is nog nooit gebeurd, denk ik, in de historie van Hak. Maar het was nodig en ik ben blij dat we dat gedaan hebben. Dat we zes weken productie gestopt. Ja, klopt. Ja. Dat heeft jullie wel omzet gekost? Nee, want we hadden voldoende voorraad. Ja, wij werken natuurlijk van seizoen naar seizoen. Ja. Dus nu komen we net uit de spersiebonenoogst. Dus we hebben nu 3 weken alleen maar spersiebonen gedraaid. Dan hebben we voldoende spersiebonen, zeg maar, om weer het volgende jaar, tot augustus. Dus onze voorraadkast is gevuld, zeg maar. Had het geen invloed op personeel? Ik kan me voorstellen dat het spannend is dat je ineens 6 weken stilstaat. Ja, natuurlijk was dat spannend. Ja. Maar we hebben dat wel heel goed met ze besproken en uitgelegd waarom. En, dus daar was ook begrip voor. Mensen begrepen het. We hebben sowieso echt personeel wat enorm betrokken is. Ja. En alleen maar de dingen wil doen die goed zijn voor Hak. Deels hebben mensen ook gewoon vrije dagen opgenomen, juist in die periode. Anderzijds hebben we ook wat vervangende werkzaamheden kunnen doen. We hebben nog wat meer onderhoud kunnen doen aan zowel de fabriek als het kantoor. Het is natuurlijk een hele rare situatie. Ja. Hè? Dus dat je 's ochtends binnenkomt en dat de fabriek gewoon stilstaat. Dat is niet wat je gewend bent en wat je wil. Maar dit was wel nodig. De continuïteit van dit bedrijf staat bovenaan. En dit was nodig daarvoor. Ja. Dat was een hele extreme situatie. De laatste cijfer, hè? Je zei tegen mij, we maken nu 100 miljoen potten tot 120 miljoen potten per jaar in Giessen. Ja. In ons dorpje Giessen. Ja. Nou, ik zeggen. Mooi, hè? Ja, heel mooi. Dat zie je niet aan de buitenkant, maar 100 miljoen potten is gigantisch. Ja, ja dat is het ook. Ja, dat klopt. Ja, we zijn een hele belangrijke speler in food. Hè? Dus Hak is nummer 3 maaltijdmerk in Nederland. Oh ja? Met Knorr en Unox. En wij zijn dan alleen een groentemerk, zou je kunnen zeggen.
Dus we zijn een heel belangrijk als het gaat over de groenteconsumptie van Nederlanders. Goh. Ja, en dat komt hier allemaal uit het mooie Giessen, uit Altena. Ja, Altena. Nou, ja. Dit was Nicole Vrij, de nieuwe CEO van HAK, met ingang van 1 september. Vrolijke dame, duurzame toekomst. Ik heb een cadeautje voor je. Die krijgt van mij... Ja, geluid. Ja, gaat het? Ja, het gaat, denk ik. Hey, dankjewel en ja. Veel succes met Heel met erg bedankt. Ja. We hopen dat het goed gaat met je, alsjeblieft.